Er was in de aanloop naar deze avond al veel ophef. Het voert te ver om op alle zijpaden in te gaan. Maar sommige dingen kunnen niet onbenoemd of onbesproken blijven. Er was bijvoorbeeld een petitie van het Wonda-collectief op geenpodium.nl, weer eens wat anders dan geenstijl.nl, die ons opriepen om de Kirak-film niet te vertonen en deze avond te cancelen. Ze zeiden dat wij geen podium moesten geven aan de verheerlijking van seksueel geweld. Ze maakten zich zorgen over het feit dat Julian Anderweg op de première van de film 2 weken geleden, elders in Amsterdam, op een paard was verschenen. Die was aanleiding voor sommigen van hen om afgelopen maandag hier voor de deur van de balie te komen demonstreren en ons uit te maken voor fascisten. Ze namen ons onder andere kwalijk dat hier in 1943 hakenkruisen aan het pand hingen. Het verwijt van verkrachtingscultuur. Het feit van verkrachtingscultuur in stand houden viel de redactie, die voor 80% uit vrouwen bestaat, echter best zwaar. Zij maken ook vanuit hun eigen ervaringen programma's, en het geweld tegen vrouwen is hen helaas ook persoonlijk niet altijd onbekend. Natuurlijk is het geweldig dat mensen zich zo inzetten tegen seksueel geweld. De strijd tegen verkrachtingscultuur en voor de rechten van vrouwen is ons in de balie zeer dierbaar. Vandaar ook dat wij helaas tot op heden het enige podium zijn geweest dat voortdurend aandacht vraagt voor het lot van bijvoorbeeld Yazidi-vrouwen, die vaak jarenlang dagelijks verkracht worden. De IND vroeg ons om op straffen van €50.000 te garanderen dat deze Yazidi-vrouwen het land weer zouden verlaten. We hebben die borg natuurlijk wel betaald, maar deze vrouwen natuurlijk niet gevraagd om het land ook daadwerkelijk te verlaten. Het Wonda-collectief voelde zich onveilig. Wij kennen dat gevoel van onveiligheid en denken dan bijvoorbeeld aan de zware bewaking van een heel aantal agenten die Mazi Alinejad, de heldhaftige vrouwenactiviste uit Iran, die deze week bij ons te gast is, dagelijks heeft. Zij wordt permanent bewaakt omdat ze de kans loopt vermoord te worden, of wellicht nog erger, ontvoerd te worden naar een gevangenis in Iran, waar wellicht verkrachting en marteling haar wachten. Toch komt ze hier spreken deze week, vrijdag en zaterdag. De onveiligheid van onze werkplek, doordat masculinistische dictators als Poetin, Erdogan en de mollahs in Iran onze gasten bedreigen, is ernstig. De onveiligheid waarin Mazi Alinejad moet leven is een schande. Ook werden we door vele bezorgde rechtse tot zeer rechtse mensen, mannen, benaderd. Deze maakten zich geen zorgen over Ginny, het linkse meisje, in de film ook niet over Anderweg, maar over dokter Sid Lucassen. Lucassen zou misbruikt zijn. Professor Paul Cliteur tekende zelfs de verklaring van het Wonda-collectief, waarmee de medeoprichter en voormalig senator van het Forum voor Democratie een hele nieuwe ideologische weg insloeg. De voorvechter van vrije meningsuiting gaat opeens voor cancel culture als het een man van middelbare leeftijd betreft, waarvan hij zelf in de promotiecommissie zat. Ik heb hem nooit gehoord over de veiligheid van vrouwen. Maar goed, hier is hopelijk sprake van een voortschrijdend inzicht van professor Paul Cliteur. Opvallend is daarbij verder vind ik dat linkse protesten en rechtse protesten zich keurig aan die aloude tweedeling hielden. Links kwam op tegen rechtse mannen en rechts kwam op voor rechtse mannen. Links komt niet op voor rechtse zit en rechts niet voor de vrouwelijke slachtoffers van Anderweg. Er waren ook vele stemmen buiten het publieke domein. Mensen die ons mailden en appten met bijval over het feit dat wij het publieke debat toch blijven organiseren. Opvallend daarbij was de mail van een slachtoffer van Anderweg, die ons aanmoedigde om het debat over seks, seksueel geweld en onder andere de grenzen van het toelaatbare vooral te blijven voeren. We hadden ook via WhatsApp, mail, vrienden van Lucassen en brieven van advocaten van Lucassen contact met Sid Lucassen. Hij wekte daarbij niet bepaald de indruk dat hij op het punt stond om een wanhoopsdaad te plegen. Wel sommeerde hij via een advocaat ons allerlei dingen te overleggen, te laten zien die wij niet hadden en waar we ook niet over gaan. Ook probeert hij sinds een paar dagen via stukjes op websites de aandacht rondom hem, zijn persoontje, om te zetten in donaties in hem als auteur. Wat ik in ieder geval als een groot compliment opvat, is het feit dat velen ons benaderd hebben om deze avond niet door te laten gaan, van links en van rechts. Dat hebben ze niet aan het Parool en niet aan het NRC Handelsblad gevraagd. Beide kranten publiceerden interessante en doorwrochte beschouwingen over Kirak 23. Kennelijk is het voor velen meer van belang wat de balie programmeert
en bespreekt dan wat de kwaliteitskranten brengen. Het is een mooi compliment en een zware verantwoordelijkheid. Wij denken dus dat het onze taak is als Bali om op kritische en afgewogen wijze het debat te organiseren over maatschappelijke fenomenen, film, kunstkritiek, kunst, de randen van de kunst, de zeggingskracht van de kunst.